de minister over het bericht arrestaties en avondklok in Paramaribo na rellen en bestorming parlement. Woord is aan de heer Seder van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een aantal dagen geleden zijn wij opgeschrikt door beelden en berichten van demonstraties die uit de hand zijn gelopen in Suriname, Paramaribo. Demonstraties dat geleid hebben tot de bestorming van het parlementsgebouw. Wat ons betreft ook een aanval op de democratie. Voorzitter, wij zagen ook in de reconstructies de dagen erna dat er ook een tekort leek te zijn aan adequate beveiligingsmaatregelen, personeel, politie. En voorzitter, wij voelen ons vanuit de historische verbondenheid met Suriname als fractie, maar ik denk ook als parlement, verbonden met de regering, met Suriname en de Surinaamse bevolking. Voorzitter, dat maakt ook dat wij de volgende vraag hebben, ook aan de minister, om ook te kijken hoe wij hulp kunnen bieden, daar waar kan, aan Suriname, de Surinaamse bevolking en de Surinaamse overheid. Allereerst wil ik weten of de minister contact heeft gehad met zijn Surinaamse ambtsgenoot om de situatie te bespreken. En zo ja, wat is er besproken en ook wat is er misschien ook toegezegd? En voorzitter, de onderliggende gedachten rondom de demonstraties hadden ook te maken met verschillende zorgen. Zorgen op economisch vlak, maar voorzitter ook op het gebied van een tekort aan medicijnen, personeel, zorg. Waar ook voor een deel de Nederlandse regering de afgelopen maanden ook gesprekken heeft gevoerd met de Surinaamse regering. Ik vraag me af of de minister kan aangeven waar wij nu staan. Ik heb eerder in september Kamervragen gesteld over personeel dat naar Nederland trekt en op het gebied van onderwijs en zorg. Ook over medicijnentekort. En ik vraag me af of de minister kan toelichten waar wij nu in dat proces als het gaat om hulpverlening staan. Dank u wel. Het woord is aan de minister. Gaat langzamer dan normaal, voorzitter, dat ding. Voorzitter, dank u wel. En dank aan de heer Seder voor deze vraag naar aanleiding van het bericht wat ons natuurlijk allemaal heeft opgeschrikt afgelopen vrijdagavond. Ik was toen zelf in München, maar kreeg die berichten binnen en heb toen ook meteen contact gehad met de heer Ramdin, mijn collega in Suriname, met wie ik later het weekend overigens opnieuw contact heb gehad. Want precies zoals de heer Seder beschrijft, dit zijn natuurlijk buitengewoon zorgelijke berichten. En daarom heb ik ook gemeend dat het goed was dat ik ook namens Nederland meteen uiting zou geven aan die bezorgdheid en overigens ook aan de volle steun aan de Surinaamse regering. Want we hebben deze stijlfiguur helaas moeten zien in de Verenigde Staten, helaas moeten zien in Brazilië en nu helaas ook in Suriname. Dus zeer zorgelijk en daar ging natuurlijk ook de gedachtenwisselingen met Ramdin gingen daar over. Op de eerste vraag van de heer Seder heb ik contact gehad, ja. Misschien had hij dat ook op Twitter gezien, want daar heb ik hier ook uiting gegeven van de betrokkenheid en de zorg. Ten aanzien van de betrokkenheid ook zeer eens met wat de heer Seder zo even beschreef. Suriname is een derde land, maar het is wel een land waar wij een zeer bijzondere en ook zeer warme band mee hebben en waarmee natuurlijk overigens ook allerlei familie- en vriendschapsbanden zijn. Dus dat maakt het ook logisch dat Ramdin en ik sowieso veel contact hebben, Santokki en Rutte sowieso veel contact hebben, maar dat je op zo'n moment elkaar extra opzoekt. Dan ten aanzien van de tweede vraag en wat doen wij om Suriname ook van dienst te zijn. Deze regering die zich zeer inzet onder moeilijke omstandigheden om het leven van Surinamers te verbeteren. En we doen dat op een manier die uiting geeft aan de warme banden. We doen dat op een manier vanuit volstrekte gelijkwaardigheid en vanzelfsprekend ligt de verantwoordelijkheid uiteindelijk natuurlijk maar op één plaats en dat is in Paramaribo, want daar is men daar ook voor aangesteld. Er is het hele langere termijn traject en daar is de heer Seder mee bekend. Dat zijn die zogenaamde Macandra-gelden. En dat is een hele brede samenwerking vanuit de Nederlandse overheid. Die gaat over gezondheidszorg, vooral landbouw. Belastingdienst draagt een steentje bij, politie draagt daarbij. En ik meen dat ook de Nederlandse bank daar actief in is. En dan is er de kortere termijn, want Ramdin en ik hebben ook gesproken over, zijn er nou specifieke dingen die bijvoorbeeld de politie nodig heeft op het gebied van toerusting. Nou, daar hebben wij een gesprek over gevoerd. Ik denk niet dat het goed is om de verschillende details daarvan hier uit de doeken te doen, maar er is wel de vraag gekomen, kan Nederland daar nou bijvoorbeeld bij helpen?
En die vraag wordt op dit moment ook uitgezocht door onder andere justitie, maar ook andere ministeries. En ik zeg de heer Seder graag toe dat we daar de Kamer ook over informeren. Maar ik vind netjes, ook naar Suriname toe en naar de andere ministeries, dat we dat interne traject eerst afronden en dan met informatie naar buiten komen. De heer Seder. Ja, dank u wel, voorzitter. Fijn dat er als het gaat om de infrastructuur rondom politie en misschien de capaciteit of materieel, dat onderzocht wordt wat er kan. Ik hoor graag ook wanneer daar duidelijkheid over is. Ik heb ook een vraag gesteld als het gaat over de zorgkant. Ik ben zelf daar met een delegatie van de Kamer een paar maanden geleden geweest. Dat was zorgwekkend. Dat was op de kinderzorg waren er geen artsen, waardoor kinderen voor vrij makkelijk behandelbare aandoeningen helaas ook kwamen te overlijden. Er is een tekort aan medicijnen. Ook op dit vlak vraag ik de minister, dat is ook niet de eerste keer, of de minister in gesprek is. En zo ja, wat de stand van zaken is en nog te ondernemen stappen. Ja, voorzitter, ik had gehoopt dat ik dat in ieder geval impliciet beantwoord had door te verwijzen naar die Macandra gelden, die dus in onder andere een heel belangrijk onderdeel gericht zijn op gezondheidszorg. En ik ben met de heer Seder eens dat er een heleboel onderdelen van het palet wat de overheid dient te bestrijken, dat er heel erg veel werk te verzetten is. De regering ook gemotiveerd is om dat te doen. En nou ja, dat de reden is tot zorg, onder andere naar aanleiding van die voorbeelden die de heer Seder ook geeft. Wij proberen daar echt aan bij te dragen. Het is een oud-directeur-generaal van VWS. De heer Sprenger is daar actief, dat weet de heer Seder ongetwijfeld. En wij zullen daar echt kijken, ook in nauw overleg met de minister van BLS, wat wij daar kunnen doen. Daar zag overigens de vraag van dit weekend niet specifiek op. Want ja, aan de ene kant is er natuurlijk veel in de samenleving aan de hand en is er onvrede ook over de economische omstandigheden. Mijn optiek is echt dat deze regering enorm zijn best doet om het land vooruit te helpen. Natuurlijk een moeilijke erfenis heeft aangetroffen in de boedel, laat ik het zo formuleren. En dat daarmee niet op de hele korte termijn alle problemen zijn opgelost. En de vraag van Ramdin zag dus aan mij, zag ik heel specifiek op meer de kant van hoe equipeer je nou de politie? Ja, voorzitter, Er lijkt ook een behoefte te zijn, hè, vanuit ook de samenleving, de Surinaamse samenleving, wat ik terugkrijg, om ook op meerdere vlakken, hè, dus niet alleen op buitenlandse zaken, maar als we het hebben over zorg, als we het hebben over justitie en veiligheid, als we het hebben over dienstverlening, om echt ook de banden wat steviger aan te halen. En ik hoor de minister dat hij op dit specifieke punt nu aan het onderzoeken is wat er mogelijk is. Daar ben ik ook erkentelijk voor. En ik hoor graag wanneer wij daar duidelijkheid over krijgen. Maar voorzitter, het lijkt onze fractie in ieder geval niet zo. Het zou ons goed lijken als wij ook echt een strategie gaan uitzetten hoe we op deze specifieke onderdelen interdepartementaal toch ook een agenda kunnen uitrollen waarbij wij ook kijken waar er behoefte is aan kennis, capaciteit en kunde. En echt ook kijken, dat kan vanuit buitenlandse zaken, dat kan vanuit minister Schrijnemacher, om toch echt te kijken hoe we ook een integraal agenda kunnen opzetten. Juist ook vanwege die historische banden. En zoals u ook aangeeft, heel veel familieleden zijn meer Surinamers of mensen met Surinaamse achtergrond in Nederland dan in Suriname nu. Dus dat roept denk ik ook een bepaalde urgentie wat ook vanuit de Nederlandse samenleving ervaren wordt. Dus ik ben graag benieuwd of de minister bereid is om in ieder geval toe te zeggen dat integraal ook aan te pakken. Want ik ben echt overtuigd, als u daar gaat rondvragen, dat er ook echt een concrete hulpvraag komt, dat ook interdepartementaal vanuit Nederland opgepakt kan worden. En niet alleen de Surinaamse bevolking kan en de situatie daar kan bevorderen, maar ook het feit wat wij nu al doen, veel intentioneler kunnen inzetten. De minister. Ja, voorzitter, daar toch even. Wij zijn wel echt een hele andere weg ingeslagen in de zomer van 2020. En ik herinner me dat nog goed. Dat was een discussie die we ook uitvoerig gehad hebben in het vorige kabinet. En toen is er eerst een hoogambtelijke delegatie die kant uitgegaan na de verkiezing van Santokki. Omdat heel breed in Kamer en ook in kabinet de behoefte bestond om Suriname de hand te reiken. En na jaren van lastige verhoudingen te kijken hoe wij op dat hele brede palet en zeker ook op volksgezondheid kunnen bijdragen. Vanuit de overtuiging dat we daarmee deze regering ook zouden moeten helpen. Dus daarom ben ik begonnen met die schets. En er is eerlijk gezegd een heleboel en ook heel groot commitment bij alle ministeries hier om daarop te helpen. En daar zullen we mee doorgaan, zeker onder deze moeilijke omstandigheden. Op de eerste vraag van de heer Seder, laat ik hem toezeggen dat we voor het einde van deze week, ik denk wel dat dat op vrijdag wordt, maar dat voor het einde van deze week we daar de Kamer over proberen te informeren.
Tot slot, de heer Seder, kort. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat de minister aangeeft voor het eind van de week duidelijkheid te geven. Ik zou de minister ook willen aansporen om de uitvraag juist op deze terreinen te herhalen. Omdat ik ook ervaar en terugkrijg dat de inzet goed is. Maar dat die misschien nog geïntensiveerd zou kunnen worden. Ja. Dus dank u wel, voorzitter. En dan meneer Seder, is een vervolgvraag van de heer Bouke, D66. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de beelden uit Suriname die gingen mij door merg en been. Ik ben er geboren, ik ben er opgegroeid. Ik ken al die plekken waar die rellen geweest zijn. Maar ik weet ook dat het water de Surinaamse samenleving echt aan de lippen zit. Het gaat om inflaties van honderden procenten. Mensen kunnen hun boodschappen niet meer betalen. Mijn vraag aan de minister is, alles wat hij net opsomde, en dat was nogal wat, want ik zie ook dat sinds 2020 de relatie met Suriname verbeterd is, maar is dat genoeg? Moeten we niet versnellen en moet er niet een schep bovenop? Hoe wil de minister daar invulling aan geven om Suriname, met wie we toch een hele speciale band hebben, te helpen in deze moeilijke tijd? De minister. Hey, voorzitter, ik zou een hele dikke streep willen zetten. Daar begon ik daarnet ook mee onder dat laatste. Want ja, Suriname is een derde land, maar we hebben zeer warme en zeer intensieve banden met elkaar. En gelukkig hebben we die ook in politiek opzicht de afgelopen paar jaar weer kunnen aanhalen nadat ze een tijd, ja, toch eigenlijk op een heel laag pitje stonden. Dus ik persoonlijk, maar ik weet ook van de leden van het vorige kabinet en het huidige kabinet, voel me zeer gecommitteerd om daar ook aan bij te dragen. En dat uit zich ook in het zeer frequente contact wat leden van de regering, inclusief de minister-president en ik, daar hebben. Wij zijn zeer gemotiveerd dus om al die dingen uit te voeren. We willen altijd kijken wat er nog additioneel kan doen. Waarbij ik overigens wel staande zou willen houden dat we een heleboel doen via Macandra Gelden. En via dat hele brede palet, wat dus heel bewust je zou kunnen zeggen, bijna alle kerntaken van de overheid beslaat. Dus laten we daar de dialoog gewoon over voortzetten. Ik zal dit ook nog onder de aandacht brengen bij de minister van BOS, die hier vanzelfsprekend ook actief op is. En als daar nieuws te melden is, dan zal ik uiteraard daar de Kamer ook over informeren. Dank u wel. Dan wil ik de minister van Buitenlandse Zaken bedanken voor het beantwoorden van deze mondelinge vraag. En we zien hem vanmiddag weer terug voor het andere debat. Dan nodig ik de heer Kops uit. We zijn nog even in afwachting van de minister van Binnenlandse Zaken. Nou, die komt ook binnen. Wat een timing. En dan nodig ik de heer Kops uit om zijn mondeling vraag te stellen. Welkom, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. En de heer Kops heeft een vraag bij afwezigheid van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht warmtepomp blijkt enorme vervuiler, noodmaatregel in de bouw. Het woord aan de heer Kops van de PVV. Ja, voorzitter. Het kabinet wil dat alle woningen van het gas afgaan en noemt dwang daarbij onvermijdelijk. Het kabinet wil dat iedereen aan de warmtepomp gaat en komt per 2026 met een verplichting. Want als huishoudens niet vrijwillig voor vele tienduizenden euro's gaan verduurzamen, dan moeten ze maar gedwongen worden. Zo is de gedachte. Maar voorzitter, wat blijkt nu? Alle hysterie ten spijt, die warmtepomp is helemaal niet zo duurzaam als het kabinet ons wil doen geloven. Het is juist een enorme vervuiler. Tot 10 keer slechter voor het milieu dan eerder gedacht. En het gevolg is nu dat een woning met warmtepomp nauwelijks tot niet kan worden gebouwd binnen de huidige milieuregels. Jawel, de verduurzaming is het die de woningbouw blokkeert. Het is echt te gek voor woorden, voorzitter. Is het niet stikstof waardoor er niet gebouwd kan worden, dan zijn het wel de warmtepompen. Maar er is een geitenpaadje bedacht, een tijdelijke verrekenfactor. En daarmee kunnen de huidige milieuregels worden omzeild en kunnen er toch woningen met warmtepomp worden bijgebouwd. Jawel, voorzitter, regels omzeilen. Dus als het gaat om die duurzaamheidsgekte, dan kan opeens alles. Maar als het gaat om stikstof, nee, dan kan er niets. Dan kunnen er geen woningen worden bijgebouwd en moeten de boeren worden weggepest. Het is toch niet uit te leggen, voorzitter. En als de minister dit warmtepompgesjoemel werkelijk wil doorzetten, dan willen we voortaan ook niets meer horen over stikstof. Dan willen we ook niet meer horen dat er geen woningen kunnen worden bijgebouwd vanwege de boeren. Dan bouwen we die woningen gewoon, weg met die stikstofregels en laten we de boeren lekker met rust. Kan de minister dat toezeggen? En voorzitter, wat die warmtepompen betreft, die hele duurzaamheidsgekte die van ellende en hypocrisie aan elkaar hangt, kap daar toch lekker mee. Het woord aan de minister.
Voorzitter, het was inderdaad denk ik op de grootte van de heer De Jonge neergezet, deze hoogte van het spreekgestoelte. Voorzitter, ik dank de heer Kops voor zijn vragen. Het gaat hier om de situatie om de nieuwbouw van woningen. En daarvoor, voor de nieuwbouw van woningen, gelden milieuprestatie-eisen en die staan ook in het bouwbesluit. En deze eisen is nu 0,8. Ik begin even technisch, want het is ook een heel vraagstuk. En deze milieuprestatie betreft de milieueffecten van alle toegepaste materialen in het gebruik. En wat er daarin gebeurt, is dat de Stichting Natuur Nationale Milieudatabase ook eigenlijk dat die milieueffecten van dat materiaalgebruik ook steeds doorberekent. Dat doet zij dus ook voor warmtepompen. En de nieuwe generatie warmtepompen heeft zij nu ook extra cijfers gekregen over die doorberekening. En daaruit blijkt dat inderdaad de werkelijke milieudruk van de huidige warmtepompen eigenlijk gewoon groter is dan men de afgelopen jaren dacht. Men is dat nu niet alleen aan het onderzoeken voor deze warmtepompen, maar men gaat dat ook onderzoeken voor de warmtepompen die er al bestaan. Nou, wat heeft men nu in deze tussentijdse situatie gedaan, die, wat ik begrijp, tot ongeveer 1 mei duurt, is dat men voor de bestaande warmtepompen en degene die nieuw aangeleverd zijn, bezig is om ervoor te zorgen dat daar een gelijke berekening uitkomt die gebouwers kunnen gebruiken, omdat er gelijk speelveld is. Als de heer Kops aangeeft van ja, betekent dit dat er andere eisen gesteld gaan worden? Nee, men is nu bezig om alles te onderzoeken. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat 1 april dat helder is, wat overal de milieudruk is van het gebruikte materiaal. En dat moet er rond 1 mei voor zorgen dat er een nieuwe waarde daaruit komt die toegepast gaat worden. En dan geldt dat voor alles. Heer Kops. Ja, voorzitter, ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag. Want het kabinet zegt altijd iedereen moet aan de warmtepomp. Er komt een verplichting per 2026. Dat zou goed zijn voor het milieu, dat zou goed zijn voor het klimaat. Maar nu blijkt dat het tegendeel dus waar is. Het is helemaal niet zo duurzaam als het kabinet ons wil doen geloven. En mensen die dus te goeder trouw al zo'n warmtepomp hebben genomen, omdat ze naar het kabinet hebben geluisterd, zo'n warmtepomp voor heel veel geld hebben gekocht, die zijn eigenlijk gewoon in de maling genomen. En nu blijkt dus dat door die warmtepompen, ja, het bouwen van nieuwe woningen met zo'n warmtepomp helemaal niet voldoet aan de milieuregels. En dan wordt er een geitenpaadje bedacht. Dan wordt er een tijdelijke verrekenfactor in het leven geroepen, waarmee die woningen dan toch kunnen worden gebouwd en ja, die milieueisen van die warmtepomp gewoon buiten beschouwing worden gelaten. En dat kan toch niet, voorzitter? Want als het gaat om stikstof, dan kan er niets. Wordt er tegen de boeren gezegd, nee, u moet weg, want anders kunnen we geen woningen bouwen. Dus in stikstof kan er niks. Maar als het gaat om die duurzaamheidsgekte, dan worden de regels gewoon aan de zijkant geschoven en dan kan er blijkbaar wel alles, voorzitter. En het is eigenlijk ook tekenend voor het hele klimaat- en duurzaamheidsbeleid, dat van hypocrisie en tegenstrijdigheden aan elkaar hangt. Neem bijvoorbeeld biomassa. Dat geldt als klimaatneutraal, maar in werkelijkheid stoot het alleen maar meer uit dan kolen en gas. Neem bijvoorbeeld windturbines die ziekmakend zijn. Of neem bijvoorbeeld elektrische auto's die in werkelijkheid rijden op stroom uit kolen- en gascentrales. Het hangt allemaal van hypocrisie aan elkaar. En daarom dan, voorzitter, tot slot ook de vraag, die warmtepompplicht die eraan zit te komen per 2026, gaat die nu onmiddellijk van tafel? De minister. Voorzitter, het is wel goed om een aantal dingen uit elkaar te houden. Want als het gaat om het jaartal 2026, gaat dat over bestaande bouw. En deze eis is niet van toepassing op bestaande bouw. En ook tegen de heer Kop zeg ik, ja, er moet nog steeds ook binnen de 0,8 gebouwd worden. Dus die eis gaat niet opgerekt worden, die geldt gewoon. Dus dat de heer Kops daar aangeeft dat die eis verruimd gaat worden of daar soepeler mee omgaan, nee, die 0,8, dat blijft gewoon zo. En dat mag ook niet anders zijn. Want dat ben ik met de heer Kops eens. Als er regels zijn, is het van belang om van die regel van 0,8 te houden. En het laatste is dat als het gaat om van het gas afbouwen, dat natuurlijk al sinds 2018 een verplichting is. Dat niet alleen om warmtepompen gaat, ook over aardwarmte en bijvoorbeeld ook over stadsverwarming. Er is een aantal vervolgvragen, graag kort en krachtig. Al is mevrouw Van der Plassen, BBB. Dank u wel. Het zijn allemaal weer technocratische antwoorden waar de burger thuis gewoon helemaal geen bal van begrijpt. Niet dat ze dom zijn, maar omdat er gewoon hier allemaal technocratische dingen worden gezegd. Maar laat de minister nou eens even klip en klaar uitleggen waarom hier wel tijdelijk normen kunnen worden verlaagd
En waarom bij boeren dat niet het geval is, zodat, sterker nog, als wij het hier hebben over de KDW's uit de wet halen of 2030 niet invoeren, dat is helemaal in aarde te klein. Maar laat de minister alsjeblieft heel duidelijk uitleggen waarom het voor het een wel kan en waarom voor het andere niet kan. Dank, de minister. Voorzitter, volgens mij is het daarvan belang om echt te bepalen. De kritische depositiewaarde is dat voor natuurtoepassingen. Maar hier gaat het om de bouw voor het, de norm voor het bouwen van nieuwe woningen. En die is 0,8. En dat is die ook gewoon op dit moment. En daar is geen andere norm voor. Dus ik vind het echt van belang dat tegen mevrouw Van der Plas te zeggen. En misschien dat het wat technocratisch klinkt, maar ik probeer als minister van Binnenlandse Zaken ook zo goed mogelijk de minister voor Volkshuisvesting hier te vervangen. Maar die norm van 0,8 die staat en die blijft ook gewoon staan. En dat is de norm die geldt voor het bouwen van nieuwe huizen. En daar is ook geen enkele op dit moment. Die staat gewoon hard. Mevrouw Van der Plas. Dus alles wat wij gelezen hebben vandaag klopt niet? Ja, voorzitter, die norm van 0,8 staat. Wat vandaag over blijkt uit die warmtepompen is dat men kijkt naar de milieueffecten van het materiaalgebruik. En men rekent dat nog beter door. Dat doet men vanuit de sector zelf. Dit is iets niet dat de overheid doet, maar de sector kijkt hier scherp naar. En die zegt, ja, die milieudruk is eigenlijk hoger dan we aanvankelijk gedacht hadden. En eigenlijk is het dus heel goed dat de sector dat zelf onderzoekt en tot iets slotsom komt en dus ook met nieuwe normering gaat werken. Maar voor een nieuwbouw geldt dat de totale milieudruk niet meer mag zijn dan 0,8. Heer Van Hagen, Groep Van Hagen. Ja, gaat gaan. Dank u wel, voorzitter. Ja, de milieubijdrage van de warmtepomp is nu 0,4 en het totaal is 0,8. Maar in 2025 wil minister De Jonge dat terugbrengen naar 0,5. En de reactie van Doekle Terpstra van Techniek Nederland erop was, ja, maar de besparingen zijn buiten beschouwing gelaten, want een warmtepomp is veel efficiënter. Dat blijkt ook niet zo te zijn, want dat blijkt de besparing in een fabrieksopstelling te zijn als die daar getest wordt. Maar in de praktijk blijkt die helemaal niet zo zuinig te zijn. Dus wordt het voornemen om de milieubijdrage te verlagen naar 0,5, wordt het herzien? En wordt er ook het werkelijk rendement van een warmtepomp dan een keer meegenomen? De minister. Voorzitter, dat is inderdaad het onderzoek dat de heer De Jonge heeft aangegeven als het gaat inderdaad om wel of niet die norm van 0,8 verlagen. Eigenlijk kan je dan zeggen dat die norm dan nog strenger wordt dan die nu al is. Daar zou de heer De Jonge, doet die onderzoek naar 1 juli toe. Wat ik heb begrepen, ook op de manier waarop dat onderzoek opgebouwd is, dat men dan niet alleen inderdaad kijkt naar wat haalbaar is voor de markt, dus welke materialen ook gebruikt, maar ook welke effecten dat heeft bijvoorbeeld voor de bouwkosten. En dat men ook kijkt, kan men dan nog wel 900.000 woningen bouwen? Dus ook andere waarden als het gaat om warmtepompen en dergelijke, als het gaat om de milieudruk van het materiaalgebruik, zal ook wel zijn effect krijgen in het doen van zo'n onderzoek. Dus de minister heeft op dat punt nog niet besloten. Minister Jonge komt voor 1 juli daar met dat onderzoek en een nadere bepaling of die norm van 0,8 wel of niet omlaag kan. Dus dat is nu eigenlijk bezig en daar is dit ook van invloed op. Voorzitter, en volgens mij is dat daargene waar ik in ieder geval de NMD mee werk, dat wordt ook door de bouwers ondersteund. Dat is hun normering. Die wordt ook uiteindelijk volgens mij vastgesteld door een commissie op 1 mei. En die zal daarbij ook een uitgangspunt zijn. En daar is het verschil tussen het materiaalgebruik en natuurlijk het energieverbruik. Mevrouw Leijten, SP. Ja, voorzitter, tijdens het onderzoek wat de jongen doet, is er een tijdelijke regeling. Per wanneer is die tijdelijke regeling eigenlijk van kracht? Met andere woorden, wanneer is dat besluit precies gevallen? De minister. Voorzitter, dat heeft de NMD zelf gedaan om daar een verrekening ook van te maken, om ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld voor de bouwers is voor het gebruik van de warmtepompen. Dat is een tijdelijkheid, omdat per 1 mei moet gewoon de normering voor alles gewoon helder zijn. Mevrouw Leijten, per wanneer was de vraag van mevrouw Leijten? Voorzitter, dat heeft de NMD zelf gecommuniceerd. En dan ga ik zelf ook even kijken in de papieren die ik daarvoor heb vanaf wanneer dat is. Even kijken, dat is vanaf dit najaar was dat, september 2022. Mevrouw Leijten, tweede vraag. Dus voorzitter, in september 2022 weten we eigenlijk, weet het ministerie al, weet de sector al, dat warmtepompen dus veel milieubelastender zijn dan gedacht wordt. Er moet een nieuwe norm komen, dat wordt onderzocht. Maar dat is een verrassing voor ons, voor de samenleving, voor de Kamer. We moeten dat lezen via de Telegraaf. Erkent de minister dat via dit soort nieuws
daarover niet eerlijk zijn, dit niet weergeven, dat je inderdaad een bom legt onder draagvlak voor milieumaatregelen. Want ik ken een hoop mensen die wel geluisterd hebben naar de overheid en die een warmtepomp hebben aangeschaft. Die gaan nu al hun salderingsregeling afgeschaft zien, de verrekening van hun energie die opgewekt is met zon. En die krijgen nu te horen, ja, eigenlijk is het milieutechnisch allemaal best wel schadelijker dan gedacht. Dat is niet oké. En het is ook niet oké dat wij dit soort sectornormen, die ook met bouwbesluiten samenhangen, dat we daarover geïnformeerd worden via de Telegraaf. Hoe goed of hoe slecht mensen ook denken over onderzoekswerk, journalistiek werk, dat is gewoon niet oké. Dank u wel, de minister. Voorzitter, allereerst is denk ik goed om te zeggen dat, want het ene gaat over het milieueffect van het materiaalgebruik, maar als het gaat om zo'n uitstoot van de warmtepomp, gaat dat om het energieverbruik en dergelijke. Maar dat is nog steeds CO2 lager, zeg ik tegen mevrouw Leijten. Als het gaat om hoe dat proces gelopen is, is dat in september bleek er van één merk, de milieueffecten van het materiaalgebruik veel hoger uitgevallen dan gedacht had. Toen heeft men gelijk gezegd, dan moeten wij de anderen ook gaan onderzoeken om te kijken hoe dat geheel is. Daar heeft men deze tijd dus voor gebruikt. Dus men wil dat ook gewoon zorgvuldig doen om te kijken, betekent dat ook voor de anderen dat het anders uitvalt? Ik denk dat die zorgvuldigheid ook van belang is. Overigens, de informatie waar u naar verwijst, die stond al door de NMD gepubliceerd op hun site voordat het ook terechtkwam in de krant, wat ik begreep. De heer De Groot, VVD. Ja, dank voorzitter. De mensen in Nederland maken zich zorgen of een nieuwbouwwoning nog betaalbaar is. Antwoord op de vragen van de heer Van Hagen gaf u net aan. Voor het toekomstige voornemen om de milieunorm te verlagen, word ik heel nadrukkelijk gekeken naar eventuele hogere kosten die met het materiaalgebruik gemoeid zijn. Maar wordt in het huidige onderzoek ook al gekeken naar eventuele hogere kosten van het materiaalgebruik, om in ieder geval binnen die 0,8 norm te blijven die er nu al is? Want anders heeft het direct effect op de huidige betaalbaarheid van nieuwbouwhuizen. Ja, dan zijn we nog verder van huis, zou ik willen zeggen. Minister. Volgens mij zitten daar twee kanten aan vast. Inderdaad, wat het Tweede Kamerlid ook aangeeft, wat u ook aangeeft, is dat aan de ene kant voor het onderzoek van de heer De Jonge inderdaad van belang is om te kijken, als men dan toewerkt naar wel of niet de nieuwe norm, is er voldoende materiaal? Wat doet dat ook voor de bouwkosten en kunnen we dan nog voldoende woningen bouwen? Want als we iets met elkaar ook hier concluderen, is dat meer woningen bouwen ontzettend belangrijk is. Als het gaat om de huidige norm, normering van 0,8 en de invulling daarvan, voorzitter, dan ben ik het ook mee eens dat op het moment dat zo'n warmtepomp meer milieudruk ook binnen die norm legt, dat je dus betekent dat je op andere vlakken ander materiaalgebruik zou moeten doen. Wat je wel ziet is dat degene die op dit moment het meest duurzaam bouwen, heb ik begrepen, ook van de heer De Jonge, dat die op dit moment al bouwen met een milieudruk van 0,3 in plaats van 0,8. Maar dat zijn echt de bouwers die in het topsegment of in het segment van het meest duurzame dat op dit moment al doen. Maar dat het effect heeft, dat is zeker zo. En dat is ook de reden waarom er zo zorgvuldig naar gekeken wordt. En waarop men ook alle systemen nu kijkt, wat heeft dat voor een effect? Maar men kan ook veronderstellen, als dat een hoger effect heeft, dat ook de producenten van de warmtepompen ook daar weer naar zullen kijken hoe zij hun warmtepompen zullen bouwen. Ja. Dank u wel. Dan wil ik de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bedanken voor haar antwoorden. En ik heet de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van harte welkom. En ik nodig mevrouw Vestering uit om haar vraag te stellen aan de minister over de onjuiste en ongrondwettelijke uitspraak in zaken de wet dieren tijdens een bijeenkomst met boeren. Het woord is aan mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. 22 jaar geleden beloofde minister Brinkhorst het perspectief van dieren in de vee-industrie centraal te stellen. Thierry de Groot schreef hier zelfs nog aan mee. We passen dieren niet meer aan de vee-industrie, maar we passen de vee-industrie aan de behoeften en het natuurlijk gedrag van dieren. En daarna beloofde in 2007 LNV-minister Verburg, notabene van het CDA, hetzelfde. Om dit uiterlijk in 2022 te realiseren. En om daar te komen volgden veel gesprekken en convenanten die allemaal geen effect hadden. Actieplan voor stalbranden bijvoorbeeld. De plannen om de biggensterfte terug te brengen en de afspraken over het stoppen van afbranden van varkenstaarten. Allemaal zonder succes. Jaarlijks sterven er in de stallen in Nederland, dus nog voor het slachthuis, al 30 miljoen dieren van pure, pure ellende. Al die vrijblijvende afspraken in de sector ten spijt. En je kunt ook niet van de sector verwachten dat ze zichzelf
strenge regels op gaan leggen om de dieren tegen de vee-industrie te gaan beschermen. En 2 jaar geleden diende ik een wijziging in op de wet dieren, om die herhaalde belofte van die verschillende LNV-ministers nu eens eindelijk waar te maken. Het was al in de wet verboden om dieren pijn of letsel toe te brengen, of in hun gezondheid of in hun welzijn te schaden, tenzij dit was voor een redelijk doel. En dat was een open norm. En wij zeiden, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de vee-industrie is niet dat redelijk doel. En die wetswijziging werd hier in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer aangenomen. En wat er toen gebeurde bij het ministerie van LNV bleek uit gewopte stukken. Het zou draconische gevolgen hebben voor de veehouderij. En de minister werd gewezen dat het amendement eigenlijk wel aansluit op de LNV-ambitie. De minister noemde de wijziging vervolgens onduidelijk, maar wat hij bedoelde te zeggen, dat hij het onwenselijk vond. En dat is wat de minister wel durfde te zeggen in een zaal vol met boeren afgelopen week. Toen een boer hem vroeg uit te leggen hoe het zit met die dierwaardige veehouderij, vertelde de minister niet over die 20 jaar oude belofte, maar verspreidde hij desinformatie over de inhoud van de wetswijziging. Volgens minister Adema zou de nieuwe wet het verbieden om een koe in een weiland die in 1 hectare de ruimte had, had hij maar zoveel ruimte, om dat dan te gaan verbieden. Totaal, totaal ridicuul. Hij maakte de Tweede Kamer hiermee belachelijk. En de minister zegt, we moeten voorkomen dat de samenleving ons gaat dwingen om stappen te zetten. En voorzitter, mijn eerste vraag is dan ook, wie is de samenleving dan volgens deze minister? Is dat de Tweede Kamer? Is dat de Eerste Kamer? Woord aan de minister. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil een verdere ontwikkeling realiseren naar een veehouderij waarin de behoeften van dieren leidend zijn. En ik doe het op 2 manieren. Ik werk toen de afspraken met partijen over de inhoud en tijdspad hierover in het convenant dierwaardige veehouderij. En ik veranker die afspraken vervolgens in wet en regelgeving. En hiermee sluit ik aan bij het beoogde doel van het amendement op de wet dieren dat de Tweede Kamer vorig jaar heeft aangenomen. Want we moeten met elkaar de vraag beantwoorden hoe een dierwaardige veehouderij eruit ziet, conform de 6 leidende principes van de Raad voor Dierenaangelegenheden. En ik sta een systeemverandering voor waarbij uiteindelijk alleen nog met diergerichte ontwerphouderijsystemen wordt gewerkt. En over het pad ernaartoe, ook naar aanleiding van het amendement, ga ik juist de convenant sluiten met de sectoren, dierenwelzijnsorganisaties en marktpartijen. Om op die manier invulling te geven aan het amendement wat is aangenomen. Deze gesprekken op de komende tot het convenant staan onder leiding van de heer Van Ooyik en zijn begonnen in oktober en zullen naar verwachting mei dit jaar klaar zijn. Daarmee geef ik invulling aan het amendement wat is aangenomen op de wet dieren. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik vroeg de minister of de Tweede Kamer de samenleving is en naar zijn uitspraak aan de boeren. Wordt het weer aan de minister. De Tweede Kamer hoort een afspiegeling te zijn van de samenleving. En ik ontken ook niet dat de Tweede Kamer het amendement heeft aangenomen. En het is inderdaad zo, ik heb tegen de boeren gezegd, dat de samenleving ook vraagt om andere systemen. Dat de samenleving ook vraagt om dierwaardige systemen. En dat we daarom juist ook werken in het convenant dierwaardige veehouderij om te komen tot nieuwe systemen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, nogmaals mijn vraag. Wat bedoelt de minister met de uitspraak? We moeten voorkomen dat de samenleving ons gaat dwingen om stappen te zetten. Minister. Wij moeten zorgen dat we de ontwikkelingen die er zijn in de samenleving, dat we die voorblijven. Dat we goed kijken wat vraagt de samenleving van ons. Ik vind dat ook buitengewoon belangrijk, omdat de samenleving ook van ons vraagt om naar meer dierwaardige systemen toe te gaan. En ik zou het een slechte zaak vinden dat de agrarische sector zich laat dwingen door de samenleving. Ik vind dat de agrarische sector zelf die stap naar voren moet zetten om zelf te komen met nieuwe systemen. Om daarmee aan te sluiten bij de behoeften van de samenleving. Dat is wat anders dan wanneer we de agrarische sector laten dwingen. Ik vind het buitengewoon belangrijk, ook uit het kader van rentmeesterschap, dat wij op een verantwoorde manier omgaan met de dieren. Dat vraagt de samenleving ook. En ik vind het ook belangrijk dat de agrarische sector ook die stappen gaat nemen. Mevrouw Vestering. Voorzitter, is dat gelukt in de afgelopen 20 jaar, vraag ik aan de minister. En is daarmee die belofte die 20 jaar geleden is gemaakt door verschillende LNV-ministers daarmee uitgekomen? De minister.
Er is al heel veel veranderd in de veehouderij, maar wij zijn niet voor niks bezig met de convenant dierwaardige veehouderij. We zijn niet voor niks bezig om met partijen daar te komen tot afspraken voor een toekomstgerichte dierwaardige veehouderij. Dus er moet meer gebeuren, dat is ook mijn ambitie, dat is ook mijn persoonlijke ambitie, want ik vind het buitengewoon belangrijk dat wij op een dierwaardige manier omgaan met onze dieren. Dat is, die dieren zijn ons toevertrouwd, daar hebben wij voor te zorgen, daar dragen wij buitengewoon grote verantwoordelijkheid voor. Ook uit het oogpunt van rentmeesterschap zeg ik er dan persoonlijk maar even bij. Ik vind het heel belangrijk dat we daar op een goede manier mee omgaan, maar wel op een manier die ook past bij de ontwikkelingen die er zijn natuurlijk. Maar nogmaals, ik vind wel dat daar meer kan gebeuren dan het er nu gebeurd is. Anders had ik dit convenant ook niet ingezet. Voorzitter, de minister zegt tegen deze boeren afgelopen week dat het convenant bedoeld is om de wet van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te nuanceren. Dat zijn de woorden van de minister. De Raad van State zegt erover dat het wetsvoorstel waar de minister mee wil komen, die is ingediend bij de Raad van State, dat de wil van de wetgever niet wordt gerealiseerd. En dat staat op z'n zacht gezegd op gespannen voet met de grondwet. Ik wil dan ook de minister allereerst vragen, wanneer is de minister van plan om zijn handtekening te zetten onder deze nieuwe wet? De minister. U duidt op het advies van de Raad van State. Ik wil uw opmerking wel even nuanceren, omdat de Raad van State die heeft een zogenaamd B-advies afgegeven. Dat betekent, men gaat akkoord met de wetgeving, men heeft een aantal vragen gesteld. En die vragen om nadere duiding, om nadere onderbouwing. Maar het is niet zo dat de Raad van State heeft gezegd, wat u wilt, dat kan niet. Het vreemde dat de Raad van State dit zou afwijzen, dat klopt niet. Voorzitter, de Raad van State zegt dat het voorstel van de minister niet voldoet aan de wil van de wetgever. En niet ondertekenen van de wet, zegt de Raad van State, kan alleen wegens technische, niet beleidsmatige factoren. Uit de grondwet vloeit voort dat een gewijzigde wet zo snel mogelijk en in zijn geheel in werking moet treden. Lapt de minister hiermee de grondwet uit zijn laars? Is dat zijn bedoeling? Minister. Ik vanzelfsprekend wil ik de grondwet niet aan mijn laars lappen, mevrouw Vestering, voorzitter. De Raad van State heeft hier een oordeel over gegeven. Overigens, ik vind het ook wat lastig om hier heel diep op het oordeel van de Raad van State in te gaan. Ik nuanceer even het beeld wat u neerzet over het oordeel van de Raad van State. Want we moeten nog met een formele reactie komen. En ik vind het gepast dat het kabinet eerst met een formele reactie komt, waar dit soort aspecten ook aan orde zullen komen. Ja, voorzitter, de minister die nuanceert de Raad van State, de minister nuanceert de Tweede en de Eerste Kamer. En dat is wat deze minister doet. Dus nogmaals de vraag, wanneer gaat de minister zijn handtekening zetten onder deze wet? De indiening van van het wetsvoorstel is nou voorzien voor dit voorjaar. Zoals u weet zal de wet ingaan per 1 januari 2024 is de bedoeling. In de tussentijd werken we aan het convenant dierwaardige veehouderij, waar wij van de sectoren ook vragen om echt stappen te zetten naar meer dierwaardige veehouderij. Nogmaals, dat doen we onder leiding van Bram van Ooyink. En uitkomst van dat proces zal ook leiden tot onderliggende wetgeving die een nadere invulling geeft aan het amendement wat is ingediend. Nogmaals, wij staan samen voor een dierwaardige veehouderij. Geen misverstand erover. Ik heb daar net wat van gezegd. We doen het langs deze weg om op een goede manier invulling te geven aan het amendement en op die manier ook een goed handhaafbaar systeem te ontwikkelen waarmee ook de handhavende instellingen verder kunnen. Dat is belangrijk in de uitvoering van de wetgeving. Het is belangrijk dat we kijken hoe wordt het uitgevoerd en hoe zou je uitvoering kunnen geven aan een amendement. Nou, dat doen we op deze manier. Bevestiging. Voorzitter, wat bedoelt de minister dan met het nuanceren van de wet? Dat is misschien wat een ongelukkige term geweest. Ik heb al eens eerder in het debat hier aangegeven dat ik met het voorstel, zoals we dat nu aan het indienen zijn, dat wij het amendement willen verduidelijken. Want er zijn heel veel vragen rondom dit amendement. Het geeft heel veel onduidelijkheid, geeft heel veel onzekerheid ook in sectoren. Daar hebben we ook juridisch advies over ingediend, wat ook aangeeft, het is eigenlijk juridisch niet goed handhaafbaar, het abonnement op deze manier. De reikwijdte is niet bekend, is veel te groot. We moeten het echt op een manier verduidelijken wat wij doen met het convenant dierwaardige veehouderij, straks met de uitkomst daarvan, om dat onder te brengen in onderliggende wetgeving. Dan hebben we een duidelijk kader waarop we ook kunnen handhaven. Vestering. Bedoelt de minister misschien met onduidelijk dat hij het onwenselijk vindt? De minister. Het amendement. Een amendement wat in de uitwerking niet datgene wat gaat doen wat ermee beoogd is. En namelijk een dierwaardige veehouderij.
Dat is onmenselijk. We moeten zorgen dat dat is onze gezamenlijke opdracht hier in dit huis, kabinet en Kamer, om te komen tot goede wetgeving. Wetgeving die duidelijk is, die duidelijk maakt aan ieder wat er precies bedoeld was en die ook handhaafbaar is. En dat beogen wij met dit traject. Kan de minister bevestigen dat de landsadvocaat wel degelijk heeft aangegeven dat deze wetswijziging duidelijk is? De landsadvocaat, wij hebben een advies opgesteld. We hebben daar met het Openbaar Ministerie, met NVWA en de landsadvocaat over gesproken. En de analyse van die gesprekken is dat het een onduidelijk wetsvoorstel is wat moeilijk handhaafbaar is. Mevrouw Vestering, tot slot. Tot slot, voorzitter, is de minister aan de slag gegaan met een plan van aanpak om wel te voldoen aan deze nieuwe wet dieren. Dus voldoen, handtekening zetten onder de wet en zorgen dat dit op 1 januari 2024 van kracht gaat, ook als het convenant wellicht niet ondertekend gaat worden. De minister. Ik heb u uitgelegd wat wij aan het doen zijn, welk direct we gevolgd gaan volgen en aan het volgen zijn op dit moment met het convenant dierenwaardigheidsveehouderij waarvan de uitkomst straks komt in onderliggende wetgeving. En dat direct dat houden wij aan vast. Dank u wel, mevrouw Vestering. Er is een aantal vervolgvragen. Graag weer kort en krachtig. Allereerst de heer Thijssen, PvdA. Dank, voorzitter. Ja, we hebben toch wel vaker meegemaakt dat deze minister buiten Den Haag andere dingen zegt dan hier in de Tweede Kamer. En dat blijkt ook nu wel uit het YouTube-filmpje waar hij zegt: toen zei ik, wat wil je dan? Dat de samenleving gaat bepalen. En hij zei net dat de Tweede Kamer de samenleving hoort te vertegenwoordigen. Nou, volgens mij vertegenwoordigt de Tweede Kamer de samenleving. Heeft de Tweede Kamer met de Eerste Kamer besloten dat er een amendement moet komen op de wet dieren. En ik wil weten van de minister, gaat hij dat nou uitvoeren? De minister. Ik heb net aan mevrouw Vestering uitleg gegeven hoe wij uitvoering geven aan het amendement, namelijk met het convenant, waarvan de heer Bram van Ooyek de voorzitter is, om te komen tot maatregelen die toewerken naar een dierwaardige veehouderij. De uitkomsten van het convenant zullen wij in onderliggende wetgeving neerleggen, zodat op die manier ook uitvoering wordt gegeven aan het amendement Vestering. Dat convenant, die onderhandelingen, die lopen op dit moment. Ik hoop dat, laten we zeggen, maart, april, uiteindelijk mei, uiterlijk zeg maar, dat er uitkomsten zijn uit dat convenant. En die gaan we verwerken in onderliggende wetgeving. En dat gaat naar uw Kamer. En dan krijgt u als Kamer vanzelfsprekend alle ruimte om daar ook input op te leveren en om daarover te discussiëren met elkaar. Ja, Thijssen. En dan horen we weer een ander verhaal dan wat we hoorden in het YouTube-filmpje toen de minister op bezoek was bij de boeren. Want daar staat, wat wil je dan? Dat de samenleving gaat bepalen. De samenleving heeft bepaald, want wij zijn een afspiegeling van die samenleving. En de hoogste organen van dit land hebben bepaald dat er een abonnement moet komen in de wet dieren. En ik wil gewoon weten wanneer de minister die wet gaat tekenen, zodat die van kracht wordt. De minister. Ik heb u net aangegeven, mevrouw de voorzitter, dat als het gaat om de samenleving, ik het belangrijk vind dat de agrarische sector niet wacht totdat de samenleving dwingt, maar dat de agrarische sector ook vooruit loopt op de samenleving en ook zelf intrinsiek gemotiveerd is om aanpassingen te doen in de systemen voordat de samenleving daarom vraagt. Ik vind dat ook een taak van de agrarische sector om op die manier ook vooruit te kijken en ook omgevingssensitief te zijn over wat de samenleving vraagt. Dat is wat ik ermee beoogd heb. En natuurlijk, de Tweede Kamer hoort een afspiegeling te zijn van de samenleving. Dat ontken ik ook niet. Ik ontken ook niet dat het amendement niet in de wet komt. Ik heb alleen gezegd, op die manier gaan wij invulling geven aan het amendement. Het is een democratisch proces. Daar wordt u ook nog in betrokken, vanzelfsprekend. Dat is eigenlijk wat ik gezegd heb. En dat is wat ik bedoeld heb met de samenleving. Ik vind het echt belangrijk dat we als agrarische sector goed nadenken. Of de agrarische sector goed nadenkt over wat vraagt de toekomst voor ons als het gaat om dierwaardigheid. Wat willen we zelf? Waartoe zijn we ook intrinsiek gemotiveerd? Want ik vind ook dat die motivatie uit de agrarische sector zelf moet komen. En dat het niet steeds moet zijn dat de samenleving met dingen vraagt en dat er dan gedraaid wordt, omdat het niet anders meer kan. De heer Van Kampen, VVD. Ja, voorzitter, collega Vestering zegt dat de wil van de wetgever niet wordt gevolgd. Maar het probleem is nou juist dat de wil van de wetgever volstrekt niet duidelijk was in het amendement Vestering. Heel duidelijk, enkele adviezen opgegeven. De landsadvocaat wijst de minister naar de NVWA, het Openbaar Ministerie. En voorzitter, met het amendement Vestering zijn boeren gewoon vogelvrij verklaard straks. Vanaf 2024 stelt de minister dat deze wet in werking gaat treden. Ik vind het ondeugdelijke wetgeving en wij hebben ons als Kamer ook te verhouden tot de praktische uitvoerbaarheid van de voorstellen die we hier doen. Maar ik zou de minister willen vragen naar het risico wat er nog steeds is.
Want de geamendeerde wet dieren, bevattend het amendement vestering, gaat wel in werking vanaf 2024. En de minister kondigt daarnaast simultaan andere wetgeving voor. Maar is de minister het met de VVD eens dat dit nog steeds een zwaard van Damocles is, zolang die tweede parallele wetgeving nog niet door beide kamers is? En hoe gaan we ervoor zorgen dat die wetgeving op tijd voor 2024 door beide kamers is, zodat boeren niet vogelvrij worden verklaard en er een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt? De minister. Ook een hele terechte vraag, mevrouw de voorzitter. Want dit geeft een hoop onrust, een hoop onzekerheid bij bedrijven. Zeer eens. Vandaar ook dat wij heel hard werken aan het convenant, zodat er ook duidelijk afspraken komen. En mijn bedoeling is dat dit nog voor de zomer naar de Kamer komt, zodat de Kamer hier voor de zomer het debat over kan voeren. En ook tot een besluit kan komen, zodat het najaar in de Eerste Kamer kan worden behandeld. En daarbij is het dus ook noodzakelijk dat die wetgeving snel wordt behandeld, vanzelfsprekend. Zorgvuldig, maar wel snel. Om ervoor te zorgen dat we voor 1 januari 2024 de onderliggende wetgeving hebben geaccordeerd. Mevrouw Bromet, GroenLinks. Ja, voorzitter, we hebben te maken in het landbouwdebat met een zeer verhitte discussie. En wat het voor mij persoonlijk heeft betekend, dat heb ik verteld in de begrotingsbehandeling toen ik vertelde dat de boeren bij mij thuis op bezoek waren geweest en mijn erf vol hadden gestort met kuilgras en met plastic. En ik heb het YouTube-filmpje naar aanleiding van dit vragenuur bekeken en ik zie dat de minister, hij zegt altijd zeg maar Piet tegen de boeren, heel erg zijn best doet om de kloof tussen de politiek en de boeren te verkleinen. Maar hij doet dat over de rug van de Tweede Kamer. En mijn vraag aan de minister is, want ik hoor hem zeggen tegen de boeren, dat hij een politicus had horen zeggen dat die niets zag in het landbouwakkoord, want je kunt met de landbouw geen afspraken maken. En ik vraag aan de minister, welke politicus heeft dat hier gezegd? Want ik heb het niet gehoord. De minister. Dat is ook niet in de Tweede Kamer dat ik dat gehoord heb, maar dat heb ik wel langs buiten de Tweede Kamer wel gehoord. Mevrouw Bromet. Voorzitter, ik heb de minister nog iets horen zeggen tegen de boeren daar, omdat hij dikke vrienden wil worden met de boeren. Hij zegt, in Den Haag roepen ze wel eens dat de grootvee-eenheden-norm alles oplost. En mijn vraag aan de minister is, wie roept dat hier in Den Haag? Want ik heb het hier in Den Haag nog nooit iemand horen roepen. En wat denkt de minister over het algemeen over die stemmingmakerij die ons als Kamerleden treft? Want die boeren die worden in de waan gelaten dat er hier in Den Haag allerlei dingen gezegd worden over ze die niet gezegd worden, die ik nooit hoor. Dus mijn vraag is, wie heeft er geroepen dat de GVN-norm alles oplost? De minister. Ten eerste, mevrouw Bromet, het is niet zo dat... Ik ben minister van Landbouw. En de landbouw staat voor enorme opgaven. En binnen die opgaven zoeken wij naar een toekomstperspectief voor de boeren. Het is niet zo dat ik probeer vriend te zijn met de boeren. Dat vreemd, dat stap ik uit. Het is wel zo dat ik me verantwoordelijk voel om namens de overheid de boeren perspectief te bieden. Binnen de grote opgaven die er liggen. Daartoe voeren de gesprekken, ook met de agrarische sector. Daartoe ga ik ook op pad naar zaaltjes toe om dat gesprek met de boeren te voeren. Ik loop niet weg voor de opgaven. Ik wil gevriend worden van de boeren, maar ik wil wel samen met de boeren op zoek naar een perspectief voor hun toekomst. Want uiteindelijk gaat het om hun toekomst. En er liggen enorme opgaven voor de agrarische sector. Dat maak ik ook in elke bezoek maak ik dat duidelijk. Dat we daar ook echt mee aan de slag moeten. Maar ik ben er niet op uit om vriend van de boeren te worden. Ik ben erop uit om binnen de grote opgaven die er liggen een perspectief voor de boeren te geven. De heer De Groot, D66. Ja, voorzitter. Ik denk dat de minister ondergetekende bedoelde. De minister bij de begrotingsbehandeling heeft gewaarschuwd dat een afspraak met de primaire sector heel erg lastig is met vertegenwoordigers van de primaire sector. Namelijk omdat die vertegenwoordigers geen baas zijn over hun achterban. Dat het in het verleden ook is gebleken. Dus dat is misschien een wat genuanceerdere, een preciezere weergave van wat ik heb gezegd. U zou er goed aan doen die nuance ook tot u te nemen. Ik had er nog 14 andere voor u bij de begroting. Mijn vraag is een andere, voorzitter. Heel kort nu. Die gaat over die dierwaardige veehouderij. Want het amendement vestering, zegt u, gaat in per 1 januari 2024... uw handtekening onderzetten. Maar wat nu als er geen convenant komt? Want dat is natuurlijk denkbaar dat het niet lukt. We hopen het niet, maar als er geen convenant komt, wat gaat de minister dan doen? De minister.
Ja, dat zijn als-dan vragen waar we ons toe hebben te verhouden op het moment dat die als-dan vragen zich ook voordoen. Er wordt op dit moment gesproken aan de tafels rondom het convenant dierwaardige veehouderij. Daar wordt ook voortgang geboekt. Ik wil dat proces een ruimte geven. Ik heb op dit moment niet signalen dat dit niet zou lukken. Er wordt gesproken, die rust aan de tafel, die gun ik de sectoren ook om daar rustig, onder leiding van de heer Van Ooyen, die dat op een uitstekende manier doet, om die gesprekken te gaan voeren en te komen tot voorstellen. En op het moment dat er geen voorstellen komen, ik heb ook al gezegd tegen de convenantstafel, ja, dan kan er ook een moment komen dat ik zelf keuzes ga maken als minister, die uiteindelijk ook in de wetgeving, in de onderliggende wetgeving zullen landen, vanzelfsprekend. Maar vooralsnog ga ik ervan uit dat we uit het convenant goede maatregelen krijgen. Mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, een boer die aan tafel zit bij dit convenant en bij deze gesprekken geeft aan dat de gesprekken over de uitvoering van het amendement, dat je dat zonder de boeren moet doen. Want hij zegt, boeren gaan altijd kijken, kan dit praktisch wel? Kan ik er wat aan verdienen? En volgens hem moet het convenant het dierenwelzijn in de veehouderij radicaal gaan verbeteren. Het heet immers, zo zegt deze man, het convenant dierenwaardige veehouderij. En dus vind ik dat we ons moeten verplichten om alleen naar het dier te kijken. Kan de minister hierop reageren? Waarom heeft de minister de agro-industrie, er zijn 5 agro-industrie-sectoren aan tafel, en de dierenbescherming en Caring Farmers, waarom laat de minister deze agro-industrie de wet herschrijven? De minister. Uiteindelijk is het niet de agro-industrie die de wet herschrijft, het is de Tweede Kamer die straks aan de slag gaat met deze wetgeving. Dat heb ik gezegd. Wij komen met een voorstel naar de Tweede Kamer. Het is aan de Tweede Kamer om het voorstel te beoordelen en daar een debat over te voeren. Wellicht met wijzigingen te komen, dat weet ik niet. Daarnaast heb ik aangegeven hoe ik sta in dierwaardige veehouderij. Dat ik uit het oogpunt van rentmeesterschap vind dat wij de verantwoordelijkheid dragen over dieren. Dat we op een zorgvuldige manier met dieren hebben om te gaan en dat ook de veehouderij dierwaardig dient te zijn. Volgens de 6 principes van de Raad voor Dieraangelegenheden. Dat is mij veel waard. En daar zet ik mij voor in. En op het moment dat er uit een convenant onvoldoende afspraken komen die leiden tot een dierwaardige veehouderij, nou, wat ik ook eigenlijk net tegen de heer De Groot zei, voor u voorzitter, dan zal ik ook zelf maatregelen gaan nemen. Het is niet zo dat het is goed, ik vind het goed, net zoals we het overigens ook met het landbouwakkoord doen, dat we samen met sectoren proberen oplossingen te vinden die gedragen worden door de sector. Maar er zullen dingen gaan veranderen. Daar is voor mij geen enkele twijfel. En op het moment dat die veranderingen niet ver genoeg gaan, dan ga ik ingrijpen, vanzelfsprekend. Dat is ook wat ik net tegen de heer De Groot zei. Dus we blijven met deze partijen aan tafel. En ik hoop van harte, en ik denk ook dat het mogelijk moet zijn, om met goede voorstellen te komen die uiteindelijk ook de dierwaardigheid van de veehouderij verhogen, met draagvlak uit de sector. En ik vind dat een groot ding waard. Dank u wel. Tot slot, mevrouw Vestering. Ja, voorzitter, dit soort praatjes, dat horen we nu echt al heel erg lang in de Tweede Kamer. Hè? Jaar na jaar na jaar na jaar na jaar hebben we dit gehoord, dat uiterlijk in 2022 het perspectief van dieren centraal zou stellen. De Tweede Kamer heeft gezegd, het is nu genoeg geweest met al deze praatjes, en heeft een wetswijziging met elkaar vastgesteld. Met steun van de Eerste Kamer. De minister die gaat nu even 20 jaar terug in de tijd en zegt, ik ga het alsnog proberen te regelen met de sector via een convenant, waarvan zelfs partijen die graag willen aansluiten en willen meepraten over het convenant niet welkom zijn, omdat hun visie wellicht niet aansluit bij de praktijk. En dat er aan de tafels dus geen ruimte is voor afwijkende visies. Hoe denkt de minister dat de democratie hier in dit huis werkt? En heeft de minister op zijn minst 1 voorbeeld van een convenant in de afgelopen 20 jaar die wel iets wezenlijks heeft geholpen voor de dieren? De minister. Nou, we hebben goede afspraken gemaakt over het gebruik van antibiotica bijvoorbeeld. En dat is echt wel een behoorlijke stap gezet. En ik vind uw frame dat we 20 jaar teruggaan in de tijd, vind ik niet recht doen aan de veehouderij. Ik vind met u dat dingen kunnen verbeteren. Ik vind met u dat we naar meer dierwaardige veehouderij gaan. Maar we moeten ook niet vergeten dat in die 20 jaar die u beschrijft ook al heel veel dingen zijn veranderd en zijn verbeterd. Dat kan beter, ben ik met u eens. Maar het frame dat er in die 20 jaar niks gebeurd is, dat we dus weer 20 jaar terug in de tijd zijn, ja, dat frame dat kan ik niet delen. Heer Van der Staaij, SGP. Voorzitter, ik las in de ambtelijke beslisnota die ook bekend is geworden van de Kamerbrief van vorig jaar, dat er best wel gewaarschuwd werd voor de tijdsklem die erin kan zitten als het amendement wel in werking treedt.
maar eigenlijk de nota van wijziging nog, of het convenant nog onvoldoende uitgekristalliseerd zijn. We zijn nu inmiddels een aantal maanden later. Ik hoorde de minister net iets over een tijdpad zeggen. Maar hoe ziet hij dat op dit moment? En is het met de SGP-fractie eens dat het wel echt duidelijk moet zijn wat ook mensen die dieren houden kunnen verwachten op het moment dat het amendement in werking treedt? De minister. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben het zeer met de heer Van der Staaij eens. We moeten ervoor zorgen dat de wet, dat dit traject van het convenant, inclusief de onderliggende wetgeving voor de wet dieren, dat dat voor 1 januari is afgehandeld. Nou, wat ik ook net al tegen de heer Verkampen zei, we hebben de planning om het convenant binnenkort af te ronden. Dus dat is maart, april, de eerste fase. De tweede fase is in mei. Maar vanuit april kunnen we al de eerste conclusies gaan trekken. Kunnen we al bouwen aan de onderliggende wetgeving die dan ook in voorrang enzovoort naar de Kamer toe gaat. Zodat ook dit jaar de wetgeving afgerond kan worden en per 1 januari de nieuwe wetgeving in werking kan treden met de onderliggende wetgeving. Dank u wel. Dan wil ik de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van harte danken voor de beantwoording. Ik schors vergadering tot precies 3 uur en dan starten we met de stemmingen. Ik schors vergadering tot 3 uur.